is niet het einde van de wereld. Hollywood is op de hoek. Ik denk dat als je doet internationaal film, als je goed genoeg bent, ze hebben ons nodig, meer dan wij hebben ze nodig eigenlijk. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? Toen ik begon Spectre, ik hoopte, omdat Skyfall was zo een topfilm. En het was altijd een challenge om zoiets te doen, om een beter Bond te doen dan het laatste Bond. En ik was heel senior toen ik begon. Omdat ik dacht, oh my god, ik heb zo goed gedaan, kan ik nog beter doen? En dan, ik dacht, ik ga niet beter doen, ik ga gewoon anders doen. Ik ga Spectre pakken op een totaal andere manier dan Skyfall. En ik zag de kostuum, als je ziet de kostuum nu samen, je ziet dat het is een andere film geworden. Maar ik heb van iedereen gehoord dat dit ziet er prachtig uit. You should go there. You're crossing over to a place where there is no mercy. Een Bondfilm is altijd een bijzonder project om aan te werken. Je kan zoveel film doen en het is altijd één Bond. Een Bond is zo indrukwekkend om mee te werken. Je vliegt 007 vliegtuig, je komt ergens en je hebt die auto's, de mooie meisje, de prachtige locatie. Bond is zo leuk om te doen en het is altijd een plezier. En ik heb deze keer hetzelfde plezier gehad dat ik had in Skyfall. En ik hoop dat de result is even beter. I don't stop to think about it. It was me, James. The author of all your pain. Ik vind dat wat maakt mijn vak zo interessant is het verschil. Dat je gaat van één wereld naar een andere en de droom stopt nooit.